Zo. Zo. Ja, vriendin die wil weten waar ik ben. Hè? Waar blijf je? Ja. Je moet van Bill. Net geweest, met die paar. Nee. Echt? Nice, tikken. Oh, nee. Nee, sorry. Nee, dat moet je doen. Heteroseks. Ja. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe stelling van de week. Een hele belangrijke week hier op Gamers.nl. We hebben al onze eerste rectificatie gehad, namelijk van de game Mortal Kombat. Amador heeft de game eerst een 9 gegeven, nu een 8. En dat komt door de microtransactie. Stelling van de week, daarom. Day One patches mogen geen microtransacties toevoegen. Ja. We zijn het allebei over eens, want ik ben jouw woede aan het channelen. Ja. Want jij, we hebben het hier in de podcast over gehad, in de review over gehad, gaan we nu stelling van de week over doen. 3. Ja, plekken waar jij lekker mag ranten over hoe je genaaid je bent. Ja, het is echt, het gebeurt vaker al. Alleen nu is het bij iets waar ik echt heel veel lol aan heb overgehouden. En dat Mortal Kombat is namelijk in de basis echt heel erg vet. Alleen, ze hebben dingetjes aangepast om het zo te kunnen modifier dat je er later lekker microtransacties kan gooien. En ik had het al aanzien komen. Ja, want jij speelt dus de game een week voordat hij relaunched is. Ja. Een preview. Nou, het is wel gewoon de game, alleen het is nog niet, de eindpatch is er nog niet. Nee. Waar zag je al een soort van doorschemeren van Jezus? Ja, nee. Er waren al van die eenmalig te gebruiken consumables. Ja. Skip fights, bijvoorbeeld dat soort dingen. Omdat een gevecht nog te moeilijk was. Maar ja, daar kreeg je niet zo heel veel van, dus die kan je kopen. Althans, dat dacht ik. De coins waarmee de crypt ingaat om heel veel dingen te kunnen unlocken, was ook veel te weinig. Je hebt zoveel doosjes en na alleen de story modus heb ik denk ik 20 van die doosjes op kunnen maken van de honderden die er zijn. Ja, want elk karakter heeft hoeveel skins? 60. 60? Waarvan je er maar 4 hebt. 4, dus 4. Na de singleplayer heb je er maar 4. Na de singleplayer heb je er 4. Dus je hebt er dan nog 56 per character. En er zijn 24 characters. Dus 23 plus dan de pre-order bonus. Ja, Shao Kahn. Oké, het is honderden. Het is berekend dat je 3500 uur nodig hebt. 3500 uur. 3500 uur. Dat heb je nodig. Of 6.500 euro. Nou, ik heb allebei. Tijd geld. Ja. Dit is moeilijk voor ons. Ja. Voor ons journalisten is het ook lastig. Ja, nee, dat is het zeker. Hoe kunnen we? Maar we zouden toch zeggen dat je in een. Ik dacht echt. En we hebben het hier eigenlijk vorige week ook over gehad met Jedi Fallen Order. Tom is heel sceptisch. Die denkt, je gaat er nog wel iets mee doen waardoor het een grindfest wordt. Of je maar dat is hij niet de enige. Maar goed, extra geld moet betalen. Misschien ben ik een beetje naïef geweest. Ik dacht, dankzij de nieuwe wetgeving die eraan komt in Nederland en België, dankzij Battlefront 2 waar iedereen tegen was. Ja. Ik dacht dat wij nu in een post-micro... Anthem. Ik dacht dat wij in een post-microtransactieperiode aankomen waren. Nee, totaal niet. Ze maken het alleen maar erg. Ja, maar dit kan... Op een gegeven moment houdt dit toch op? Ja, dit kan toch niet doorgaan Weet je wel, op een gegeven moment kan je niet meer geld verdienen dan dat je als bedrijf verdient. Op een gegeven moment is het genoeg met genoeg, maar de shareholders willen... Ja, dit is gewoon greedy. Maar er is een verschil tussen... Oké, ik denk dat wij in de game-industrie er klaar voor zijn dat als je niet wil grinden, dat je dan 40 euro betaalt voor je shit in plaats van dat je grindt. Ik denk dat we daar klaar voor zijn. Dit is ook niet iemand, oké, daar zijn we inmiddels aan gewend. Ik vind dat ook wel... We zijn inmiddels aan gewend en dat vinden we dan nog acceptabel, denk ik. Vinden we dat acceptabel? Ja, maar zo is het langzaam naar binnen. Ja, dat is waar. Ja, maar dit is 6.500 euro, waar gaat het in godsnaam over? Maar het is zo dat langzaam. Dat je al in content is 6.500 euro, dan heb je nog niet eens de fatalities. Dan heb je alleen de skins. Dan heb je één van de 3 fatalities per character of zo. Maar... Maar het is steeds erger, omdat ze het heel langzaam zo aan het indoctrineren zijn aan ons. Want loot... Ja, dit is wel gelijk. Ja, maar lootboxes, op een of andere manier, lootboxes is gewoon gokken. Het is gewoon troep. Dat moet je niet willen in je videogames. Maar als het alleen maar cosmetisch is, dan is het niet zo erg. Nee, dat is waar, maar dat is toch ook niet zo erg? Nee, maar nog steeds gokken. Ja, maar niet met echt geld. Ja, maar je kan het ook niet op een andere manier vrijspelen, behalve door heel veel te grinden. Ja, dat is waar, ja, maar... Ja. Echt helemaal nergens. Nee, dat slaat 3500 uur. Wij zitten altijd wel vaker te ranten op microtransacties natuurlijk. Dat doen we met heel veel liefde. Ja, echt met heel veel liefde. Maar wij zeggen dan allemaal van, ja, dan ga je toch niet kopen en dit en dat. En dan zeg ik altijd, ja, dan zeggen wij. Maar waarschijnlijk, die 20% mensen die het wel doen. In GTA Online en in Candy Crush. Ja. En in whatever the fuck het allemaal is.
die zorgen voor zoveel inkomsten dat het boeit die publishers helemaal niet wat jij en ik zeggen. Nee. Ik wil weten hoeveel mensen al geld hebben uitgegeven aan deze game en hoeveel Warner Brothers... Nu al, is er al iemand, Warner Brothers, deel het, please. Ja, is er iemand die al $6,500 heeft uitgegeven aan die shit? Echt, gewoon in één keer over. Ja. Ja, maar het is zo greed. En ik vind gewoon, als jij zulke praktijken dit is verschil, het is het verschil tussen, oké, je wilt alles uit je game halen en gewoon hebzucht. Ja, dit is gewoon hebzucht. Dit is Kijk, gewoon... Mij zul je niet horen klagen... Gaat echt naar de hel, hoor. Ja, jullie sowieso. Gaan naar de hel, dit is hebzucht. Mij zou je niet horen klagen voor een hele goede season pass met heel veel vette content. Ik wil graag extra geld betalen. Ik had voor Mortal Kombat, had ik de season pass, zou ik echt wel willen kopen. 100%. Hij heeft hem al gekregen, hij is review. Daarom zeg ik, had ik gedaan. Had hij willen kopen? Ja, maar had ik echt wel gedaan. Want ik heb me zo genoten met die game. Dat ik denk, van, ik wil die extra characters, alles wat ze willen aanbieden. Prima, wil ik wel doen. Dat is gewoon extra toffe content. Dat is gewoon een uitbreiding van de al toffe game. Ja, maar die season pass maar €40. Ja, is maar dat is veel te weinig geld. En dan kan je maar één keer uitgeven. Ja. Ja, het is echt verschrikkelijk. Als je zulke praktijken wil doen, ga free-to-play. Ja. Dat is het enige. En ik bedoel, het excuus van ja, maar games die worden niet duurder, die gaat ook nog niet meer op, hè? Want als je vindt dat games duurder worden, dan kun je FIFA ook niet elke keer uitbrengen. Nee, maar ik vind het ook bij Mortal Kombat, games worden elke keer duurder, dan vind ik het weer niet opgaan. Want dat is maar een fighter. Ja, nee, ook dat. Sowieso, ja, dat is ook helemaal waar. Maar... Nee, het zijn vette games. Het is moeilijk genre qua balans en shit. Maar ja. het is wel, als je het kan niet vergelijken met open wereld. Nee, open wereld dus lijkt me ook veel meer werk. Ja. Misschien dat we op je tenen trappen, I don't care. Maar, die excuus gaat ook al lang niet meer op. Dit is gewoon echt... Nee, dit is echt alle perken erbuiten. De Activision die maakt letterlijk miljarden. Met alleen microtransacties. Dat is toch bizar? Ja. Ja, ik word Activision echt... is de eigenaar van Candy Crush, hè? Ja, I know. Het is echt vet, hè? Ik word echt... Ja, ik heb hier al een keer met Tom gezeten over de microtransactions. En toen was ik voor mij ook al zo pissig. Maar nu ben ik helemaal pissig, omdat het een game heeft gepakt die... Die jij heel leuk vindt. Die ik echt heel erg leuk vind. Ja. En ja... Nou goed, we hebben het cijfer gerectificeerd voor zover het kan. Want ja, dat is dus het moeilijke. Want een 8 is dan nog hoger als je zo boos bent. Maar aan de andere kant, als je de game speelt, het is een fucking goede game. Ja. Ja, dus dat is een moeilijke game nu. Het is een moeilijk pakket. Het is ook lastig. Maar in principe moet je in de basis kijken. Heeft microtransactions echt zodanig invloed gehad op hoe de game is? Hoe die speelt? En dat is gewoon ja. Want het is doelbewust is het een random kistjes bij de crypt. Dus dat kan je al niet meer doen. Je kan niet meer grinden. Je kan niet meer voor je eigen... Je kan niet van tevoren... Je kan niet je eigen route lopen, wat je wil. Alles is random. Net als het begin bij Battlefront 2. Dat is toch raar? Je kan niet eens je fucking singleplayer je eigen route lopen. Nee. Dat is echt bizar. En er zijn ook meer dingen. De Towers of Time ook. Dat zijn allemaal van die periodieke dingen. Elke week heb je weer een nieuwe en dat soort dingen. Die zijn zodanig opzettelijk moeilijk gemaakt. Dat je wel van die consumables wil kopen. Want anders kom je er niet doorheen. De game heeft gewoon geleden onder de microtransactions. En dan verdien je ook gewoon punten aftrek. Als het er niet in had gezeten, dan was de game een 9 misschien wel meer dan waard geweest. Dus als je daadwerkelijk echt de opzet van de game om je microtransactions bouwt, zoals een Battlefront of deed, dan ben je echt niet lekker in je pan. Ja, ik ben echt pissen. Zo. Even nog wat koffie en suiker. Ik ga weer beginnen met roken. Goed. We gaan eruit. Ja. Bedankt voor het kijken naar deze stelling van de week. Heb je zelf een stelling? Lever hem aan. Want zeker als het aan me doorvoedt. Dus dat is fijn. En heb je zelf een mening? Laat het weten in de reacties. Dankjewel, Amador. Ja, dankjewel, Peter. En jij bedankt voor het kijken. Tot de volgende stelling van de week. Hier op gamersnet.nl. Zo. Vet. Ja. Zijn deze mensen nou al blij toch dat ze die game hebben gewonnen? Ja, ik ook niet. Ja, ik heb er 4 weggegeven. Die zullen toch wel blij zijn. Ja. Geen micro, help die leiders niet. Kom op, gewoon doen. Nou ja, zij mogen toch, ze krijgen nu, dit is €100 waard. Mogen zij niet €100 aan microtransacties besteden? Gewoon, of 50, dan hebben ze nog €50 gekregen. Dan moeten ze geen cent geven, die leiders. Geen cent. Ja, oké, maar dit is de prijsvraag. Laat ze maar betelom eten. Zo weinig geld moet er binnenkomen. De meest harde fatality die ik ooit heb gehoord. Iemand laten verhongeren. Ja. Dat is ook echt heel langzaam, heel dagen moet wachten. Ja, maar echt. Ik ga naar buiten, want ik laat je even alleen. Ja.